Het is voorjaar 1946. Nederland krabbelt op naar de Tweede Wereldoorlog. En het is Ben Pon die op dat moment ziet dat er een wens is in Nederland om mobiel te raken. Hij kent de Volkswagen Kever, dus hij bedenkt, die auto wil ik hebben. Het importschap van Volkswagen met die Kever, dat is nodig in Nederland. En hij reist af naar Duitsland. Duitsland op dat moment onder militair Engels gezag. Dus hij moet reizen in een uniform. Koopt op de tweedehandsmarkt een uniform en vertrekt naar Duitsland. En uiteindelijk zal Ben Pon op 8 augustus 1947 een document tekenen. En daarmee is hij de officiële Volkswagen-importeur van Nederland. En daarmee is Nederland de eerste exportmarkt van Volkswagen. Iets meer dan een maand later, 16 oktober, importeert Ben Pon zijn allereerste auto's. 6 Kevers. Deze hier achter me, de allereerste van die 6. De eerste 6 Kevers werden over de weg naar Nederland gereden. Via Beek kwamen ze ons land binnen en daar werden de Kevers onder toezien van militairen aan Ben en mij het Pon overgedragen. En daarmee was het importeurschap van Volkswagen een feit. Al een maand later zou de volgende levering plaatsvinden. 15 stuks en op 20 december kwam opnieuw een lading Kevers ons land binnen. 35 stuks. Het is ongelooflijk, maar de Kever is geproduceerd tot 2003. Deze is uit 1947, maar in de basis gelijk. Het motortje achterin, wieltjes op de hoeken van de carrosserie. Niet heel sterk trouwens, 25 pk. Maar allemaal hetzelfde, meer dan 20 miljoen. Ja, en die wielen op de hoek van de carrosserie creëerden dan relatief veel binnenruimte. Het autootje had toen al stroomlijnen. En dan ruikt het naar een auto uit 1947. Het ruikt naar een oude auto. De doeken tegen het plafond, zo'n bakkelieten stuurtje en verder eigenlijk niks. Deze auto maakte hele generaties mobiel. En die mensen die hadden geen eisen, hè? Ja, 1. Nou, 2. Ze wilden ergens naartoe kunnen rijden in een auto en droog zitten. Ja, en dan heb je hier voldoende aan. Eind jaren 40 zien de Nederlanders steeds meer Kevers op straat. En in de topjaren, halverwege de jaren 50, kwamen er jaarlijks zo'n 10.000 stuks Nederland binnen. Via het spoor om gelost te worden op het NS-terrein aan de Soesterweg in Amersfoort. Probleem daar was het hoogteverschil. Maar dat werd overbrugd door mankracht. En vervolgens ging er 1,5 liter benzine in, de auto kreeg een accu en rijden maar. Uiteindelijk zal het pionierswerk van Ben Pon uitgroeien tot een importbedrijf dat zijn weerga niet kent. Tegenwoordig haalt Pons Automobielhandel allerlei automerken naar Nederland. Maar de basis wordt nog steeds gevormd door Volkswagen. En dat begon met die auto. Maar die auto is zo uniek, omdat het de allereerste is in Nederland, kunnen we daar niet mee rijden. Zou Pon niet zijn als ze niet ook zo'n oude Kever in de kelder hebben staan. Goed, ietsje minder oud, uit 1950, maar zeker ook heel bijzonder, want met een brilletje. Echt een van de eerste Kevertjes die er zijn gebouwd. En dan is het je toch bijna niet voor te stellen, hè, dat deze auto, dit merk, zo'n enorme generatie mobiel heeft gemaakt. De generatie die voor het eerst te maken kreeg met een auto. En je zat droog. Redelijk wat ruimte, een voorzichtige vorm van comfort, maar verder eigenlijk niks. Ja, ja, deze heeft ook heel klein beetje luxe, een klokje en that's it. Dan is het verhaal van Pon en Volkswagen bijzonder fascinerend, want het begon dan in 1947 met 6 auto's en het zijn er nu jaarlijks ongeveer 100.000 in Nederland. Persoonlijk ondernemerschap, dat is uitgegroeid tot een grote nationale werkgever. Mooi, hè?